Hey mensen! Oh sorry, ik zat even op WhatsApp. Dit zijn 10 soorten mensen op WhatsApp. Dylan, Marit vraagt of ik er 500 euro kan overmaken. Vind je dat ook gek? Ja, waarom vraagt ze dat aan jou? Je hebt niet eens het geld om een nieuwe blouse te kopen. Nou ja, precies. Waarom vraagt ze dat aan mij? Nou, misschien is het wel zo'n WhatsApp-fraudeur, weet je wel? Ik heb dat wel eens vaker gezien bij Cheese from the Bacon. Wie? Kees van der Spek. Ah, ja. En nu? Weet je wat je moet doen? Je moet een persoonlijke vraag stellen die alleen zij kan beantwoorden. En als het antwoord fout is, dan weet je dat zij het niet is. Een persoonlijke vraag. Dus eigenlijk zoiets als, hoe gaat het met je? Nee, niet zoiets. Eerder iets als, wat voor een kleur onderbroek heb je aan? Oh, dat is wel een goeie. Dat heb ik altijd wel al willen weten van haar, ja. Oké. Wat voor een kleur onderbroek heb je aan? Oh, ze wil er geen antwoord op geven. Verdacht. Ja. Oh, wacht. Nu stuurt ze een emoji van een middelvinger? Oh nee, dan is het wel Marit. Sowieso. Doet ze altijd. Nou ja. Dames en heren, vandaag in onze spelshow Rick Vermeulen. En hij gaat spelen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Rick, ben jij er klaar voor? Ok. Nou top, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Wat is de afkorting van het woord operatiekamer? Ok. Dat is correct, helemaal fantastisch. Dan gaan we nu door naar vraag nummer 2. Met welke letters duid je de staat Oklahoma aan in Amerika? Ok. Dat is helemaal correct! Dan gaan we nu door naar de laatste vraag. De laatste vraag, Rick. Voor 2,5 miljoen euro. Hoe noem je iemand die fulltime in een keuken werkt? Een k. Ok. Fantastisch! Jij bent de winnaar van 2,5 miljoen euro. Je hoeft nooit meer te werken. Hoe voel je je? Ok. Oké. Hoe dan? Reageer nou eens. Als ik een berichtje stuur. Hé, vraag je, hè? Als jullie kinderen van huis zijn, wat doen jullie dan om ze in de gaten te houden? Want hij reageert niet op WhatsApp. Ik heb geen kinderen. Oh nee. Hanny en jij? Nou, ik heb diverse spycams op de fiets van Joris geplaatst. Ik heb een afluisterapparaat in zijn tas gedaan. Oh, en een privédetective ingehuurd. Werkt erg goed. Oh, en ik heb laatst trouwens ook nog een camera in zijn portemonnee laten plaatsen. Dan kan ik zien hoeveel geld hij uitgeeft. En hoeveel geld geeft hij uit dan? Ja, dat weet ik dus niet, want hij heeft net een condoom voor zijn camera geplaatst. Gaat dat niet een beetje ver allemaal? Ja, natuurlijk niet, Connie. Je moet toch weten wat je kinderen uitspoken, of niet dan? Maar Connie, waarom vraag je dat eigenlijk? Nou, omdat Kareltje de laatste tijd echt vaak van huis is en ik maak me echt zorgen. En hij reageert niet op WhatsApp. Nou, weet je wat je moet doen? Nou? Dan open je WhatsApp en dan vraag je of je zijn live locatie wil opsturen. Dat doe ik ook altijd bij mijn man. Ja, die moet de laatste tijd s'avonds opeens gaan werken. Werk bij de gemeente, dan heb je dat, denk ik. Maar sinds dat ik dat doe, voel ik me steeds meer op mijn gemak. Nou, kijk. Hier, ik heb het straks gevraagd en nu kun je het zien. Hij is nu bij de paardenclub. Dat is ook leuk. Bij de paardenclub, ja. Ja, paardenclub, ja. Oh. Parenclub, wat is dat? Boom. Boom. Dylan, volgens mij wordt je gebeld. Nee, dat is Marit die aan het appen is. Hier, kijk maar. Ja, die appt altijd ieder woord zo apart, weet je wel. Super irritant. Oh ja, inderdaad. Super irritant. Zeg je nou dat mijn vriendin irritant is? Boom. Hey, weet je zeker dat hij niet gewoon gebeld wordt? Ja, dat is Marit. Dat zei ik net toch? Ze heeft echt niks beters te doen. Nou ja, ze heeft echt niks beters te doen.
Wat zeg je over mijn vriendin? Ach, dat is nou jammer. De winnaar van de jackpot van 1 miljoen miljard euro neemt niet op. Nou, dan vreed ik het zelf maar op. Oh, wat leuk. Teun en Sophie vragen of we binnenkort op kraamvisite komen. Wie is de pasgeboren baby? Teun? Domme grap. Doe dat alsjeblieft niet als we straks daar zijn. Ja, wanneer kunnen we langskomen? Denk volgende week of zo? Nou ja, dat reageer ik straks wel. Is goed. Al gereageerd op Teun en Sophie? Oh nee, goeie. Helemaal vergeten. Nou, doe ik morgen wel, want mijn handen slapen al. Hey, wanneer gaan we eigenlijk op kraamvisite? Oh ja, daar moest ik nog op reageren. Oké, dus dat doe je nu? Nee, want mijn telefoon is leeg. Nou, eindelijk de tijd om te reageren op Teun en Sophie. Wat zal ik zeggen, dat we volgende week langskomen? Maar is er beschuit met muisjes? Weet ik veel, wat boeit dat? Nou, ik ben bang voor muizen. Sophie reageert meteen. We kunnen volgende week langskomen. Hoi. Hallo, wij komen voor de kleine Vince. Klein, ik ben 8. Marit. Hey Rick. Hoe is het? Oh nee, daar gaan we weer. Moet je zien, man. Mijn oma heeft dus sinds kort WhatsApp. Maar ze snapt er helemaal niks van. Ja. Als mijn oma WhatsApp zou hebben, dan zou het er veel erger uitzien. Oh ja? Wat heeft ze nu dan? Facebook? Nee, mijn oma is dood. Oh. Check, ik ga wat sturen. Als ze net binnenkrijgt, jongen. Hey, Granny. Even om wonk to school, hè? Mag niet appen op de biekoe, want dan komt de popo. Bro, die boete is in Barkie Callas. Het is toch wat met de jeugd van tegenwoordig, die weten nou niet eens hoe ze moeten typen. Dat is toch... Oh, Marit, kun je dat een andere keer doen, niet als ik erbij ben? Oh. Dat ben ik helemaal niet, dat is jouw telefoon. Wat? Rick, het is 2:00 s'nachts, man. Wat moet hij nou midden in de nacht? Dronkenmanspraat. Tuurlijk. Ik zet hem op stil. Oh, wat een gek. Nee. Hallo? Kom op. What's up? Nee. WhatsApp. Ik probeer met Teun te praten, maar hij reageert niet. Misschien ligt zijn telefoon op een hoge kast. Nee, want ik zie gewoon dat hij online is. Ik zie zelfs blauwe vinkjes. Dan bel je hem toch gewoon en weet je meteen een antwoord. Bellen, Marit. Dat is echt zo van jouw tijd. Wie belt er nou nog? Dan niet. Yo, Toine. Hey, waarom reageer je niet op mijn appjes?
shit, sorry man. Ja, druk, druk. Je snapt het wel. Wacht. Hey. Oh, oeps. Dylan? Sorry man, ja, ik probeer geen scheten meer te laten tijdens het bellen, maar ja, dat lukt dus niet altijd. Telefoneren is echt iets van jouw tijd. Ik heb een probleem. Je bier is op. Nee, dat is nooit een probleem. Dan koop ik gewoon weer een nieuwe. Ik heb te veel vrienden. Yo, waarom lach je? Nou, omdat ik me afvraag wat jij dan onder vrienden verstaat. Nou, gewoon vrienden. Is dit een vriend dan? Dit? Ja, dit is Johan. Dat is een vriend van mij. Die heb ik ooit ontmoet in de kroeg. Toen moest ik plassen. Toen heeft hij mijn biertje vastgehouden. Dus ja. En zij dan? Dat is een goede vriendin van me, Anne. We hebben elkaar ooit ontmoeten op het mannentoilet in het ziekenhuis. Ja, superleuke meid. Ja, ze is alleen blind, dus we typen in Brian. Brian. Maar wat is nu precies het probleem? Nou, mijn vrienden passen niet allemaal in één WhatsApp-groep. Er is een max van 265 deelnemers. Ja, dan maak je toch meerdere groepen? Ik heb er inmiddels een stuk of 30 of zo. Ik heb een familiegroep, een vriendengroep, vriendengroep met Tom zonder Roel, vriendengroep met Roel zonder Tom, ruzie. En natuurlijk, they hate the boys from the office. Wat? Maar Rens, waarom zit ik niet in the hate the boys from the office? Ja, omdat, nou, jij kan niet echt tegen pittig eten. Ja, maar daar kan ik juist heel goed tegen. Kijk, Rens. Kijk, ik kan supergoed tegen pittig eten. Mag ik misschien nu mijn hate the boys from the office? Kijk, ik kan zelfs meer pakken als ik wil. Ik kan het heel veel beter pakken als ik wil. Ik ben op mijn mond. Ik kan supergoed tegen de hand. Mag ik nu mijn hate the boys from the office? Eindelijk de tijd om te reageren. Zal ik laten weten dat het volgende... Nou, eindelijk de tijd om te reageren. Zullen we zeggen... Jezus Christus. Marit! Ja, ik kan er niks aan doen. Ja! Anders bel je hem toch gewoon, antwoord. Bellen. Marit. Wie...